Volgens navorsing kan persoopis tot soveel as 1100 mm water per jaar drink. Dit is meteen 3 of 4 keer meer als het die reënval in Noord-Kaap van Makkeland is. Het is so lekker om in hierdie omgeving te wees om, en om hier door Hopetown te loop. Ook op een plek te wees waar je met jou eie mense kan praat. En dit is een van ons visies van Corteva Agri-Sciences. Ons wil mense se opinies hoor. Hoe meer ons naar jullie luister, hoe beter gaan die oplossings wees om jullie landbouwbesighede beter te kan groei. Hoop is nie om te sê, ach ja, ek het nog iets nie. Hoop is om niks te heen. En dan sien wat ander mense nie kan sien nie. We gaan kloppers aan bij onze collega's in Amerika en ons soek een chemikalie wat hulle gebruik. En ons kom af op Sendero. Chemikalie wat een lang vat om af te breek, hy is volhoudbaar. As jy hom gespuit het, vir 2 jaar karangeen in hy boom en jy los op met die afval. Die daarvan is jou plaas toegegroeis, nieuwe plaas gaan koop is voorbij. So op een stadium moet mense maar hand in die sak stik en kan skoonmaak. Het kost jou geld, dit is nie goedkoop nie. Maar die mense wat al dit gedoen het, het die vrugte geplukt daarvan. Ons gaan hier inkom vanmiddag en ons gaan daar parkeer en gaan ons goed die bos stap, die 3 behandelings kyk. As ons eendag Sendero kan gebruik om met lichtbespuiting die digte kolle te kan bespuit en bijvoorbeeld die brakrivier, dan kan ons waterbronne verder kom en ons kan meer water vir ons boere, meer water afloop heen. Ons het gespuit by Sendero 3 plus 1, Sendero 2 plus 2 Galon Max en dan die Sendero, die standaard op sy eie die 4 liter.